willen dat u het thema kindermishandeling een warm hart toedraagt en dat u met ons vindt dat er wat gebeuren moet, waar er ook al veel gebeurt. Ik zeg wij, want ik mag u hartelijk welkom heten namens het Multidisciplinair Centrum voor Kindermishandeling. En het is deze week de week van Kinderen Veilig. En dat leek ons een goed moment om dit thema ook in Leeuwarden onder uw aandacht te brengen. Wat is nou het MDCK, Multidisciplinair Centrum voor Kindermishandeling? Dat is door een aantal organisaties in januari gesticht initiatief, in januari 2011. En dat waren Bureau Jeugdzorg, VIA Friesland, GGZ Friesland, het MCL en later ook OM en politie, die elkaar hebben beloofd dat ze intensiever willen gaan samenwerken om tot snellere en effectievere hulp aan het mishandelde kind te komen. Is dat dan een nieuwe organisatie? Nee, het is een samenwerkingsverband, een netwerk, een team zou je kunnen noemen, een expertise team waar vragen en dilemma's naar voren gebracht kunnen worden en waar vanaf de melding lijnen worden uitgezet en een plan van aanpak wordt gemaakt om het samen met kinderen en ouders te proberen de problematiek op te lossen. Het loopt met andere woorden dwars door de grenzen heen van alle organisaties die erbij betrokken zijn. En op dit moment zijn wij allerlei testen aan het doen om te kijken of onze nieuwe werkwijze tot verbeteringen leidt. Het feit dat hier, en dat vind ik heel bijzonder, 35 organisaties vertegenwoordigd zijn, zegt al iets over de complexiteit van problemen van kindermishandeling. En het MDCK is van oordeel dat dat probleem pas goed aangepakt kan worden als we het samen doen, als we daar samen de schouders onder zetten. En wat willen we dan vandaag aan u presenteren? Het zijn eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats willen we onder de aandacht brengen hoe belangrijk het is om te melden, ook al heb je slechts een vermoeden van kindermishandeling. Het tweede doel is dat we willen laten zien wat er gebeurt als een melding heeft plaatsgevonden en deze wordt onderzocht. En als laatste willen we ook u laten zien hoe we samenwerken zodat ouders en kinderen snel en goed geholpen worden. Dus we hopen dat ook in de zaal, maar in onze maatschappij, de bereidheid om te melden echt gaat toenemen. En dat ook de bekendheid met de multidisciplinaire aanpak na vandaag, na deze week, groter is geworden. We hebben een aantal sprekers, dat staat ook op een programma, die nauw samenwerken of in het MDCK werken, die ons iets gaan vertellen over de net genoemde doelen. Dat was de inleiding. Ik heb ook nog een paar huishoudelijke mededelingen. U kunt twitteren met het MDCK. De presentaties voor de middag, we zijn al begonnen als ik het goed vind. De presentaties zijn beschikbaar en kunnen nu per e-mail worden toegezonden. En er staat hier iemand te filmen. Dat doet ze op uitnodiging van het MDCK, zodat we wellicht met het materiaal ook achteraf nog wat zouden kunnen. Wat mij betreft is dat de inleiding. Ik ben mijn dagvoorzitter, Maria Schoon, directeur van het Medisch Centrum Leeuwarden. Wij willen, zoals dat hoort, een nulmeting doen. Onder de mensen in de zaal. En dan willen we kijken of na de presentaties vanmiddag er een verandering is opgetreden in uw stellingname. We proberen hem nu te presenteren. We hadden de droom dat we dit allemaal digitaal met kastjes konden presenteren, niet gelukt. Maar we hebben ook gewoon analoge, simpele manieren om te stemmen.
Ik lees hem u nog even voor. Ik doe pas een melding van kindermishandeling als ik zeker van mijn zaak ben. Ik wil vragen aan de mensen die zeggen, ja, daar ben ik het mee eens, om op te staan. Ik doe pas een melding van kindermishandeling als ik zeker van mijn zaak ben. Ik zei al, stel nou uit de nulmeter komt dat niemand op gaat staan, dan hebben we helemaal niks te veranderen. Maar we gaan toch aan het einde kijken of wellicht de 10 nu blijven zitten aan het einde, of dat er meer mensen gaan opstaan. Dat zou heel erg treurig zijn, maar dat zou ook nog kunnen. Dan ben ik bij de eerste spreker. Dat is Gini Idema van de politie Friesland, coördinator zedenzaken, lid van het MDCK-team, nou, dat is een hele aankondiging. En die zal ons iets vertellen van hoe het nou gaat als er een verdenking van mishandeling wordt aangemeld. De orde is, we beginnen altijd met een filmpje en dan komt de spreker. Gini, het podium is voor jou.